kan het allemaal nog betaald worden. Ik stel er veel bedrijven naast, dat is een probleem zelf. Het is een mens maken, dat kan wel. Vanavond is hier een kenniscafé. En daar komen allerlei aspecten van het organiseren aan bod. Marianne van der Steeg, daar kun je vast iets over zeggen. Ja, dat klopt. Wij zijn nu bezig met het evalueren van alle evenementen die hebben plaatsgevonden. En bij die evaluaties vragen we ook altijd, waar heb je nou nog behoefte aan? Of welke kennis ontbreekt of is weggezakt, hè? 2 jaar corona. Er zijn veel nieuwe bestuursleden, organisatoren. En op basis van hun vraag hebben wij een aantal workshops georganiseerd. En jij wil weten welke. Quinta is hier, Quinta de cultuurmakelaar. Heel veel mensen hebben nog niet kennis met haar kunnen maken. Zij gaat 3 keer vanavond vertellen wat mensen van haar kunnen verwachten. Wat haar rol is, waar ze haar voor kunnen benaderen. We hebben Niek Peters van het reclamebureau Peters en Petra Dijkstra, onze marketeer, bereid gevonden om te vertellen wat is nou, hoe communiceer je nou met elkaar dat merk Almelo? En we hebben een brandboek daarvoor, dat staat op onze site. Maar je merkt toch als mensen posters maken of met hun website bezig zijn dat ze dat lastig vinden. Dus we hebben ook het hele jaar allerlei posters verzameld. Die hangen vanavond op een muur. En aan de hand daarvan proberen we iedereen te vertellen waar moet je nou aan denken als je een poster maakt voor je evenement. He, zodat we in de hele regio hetzelfde uitstralen. We hebben Ronald Juriens en een partner van hem, Bart, bereid gevonden. Ronald is werkzaam als nieuwe hoofdcommunicatie bij de gemeente Almelo om over positionering en branding een workshop te geven. En last but not least is Linda Enens hier en die vertelt alles over hoe zij vrijwilligers, die enorme pool vrijwilligers, door de hele regio Almelo's vrijwilligers inzet. Met name in Almelo, maar dat ze ook door heel Overijssel gevraagd worden inmiddels, zelfs tot in België. Nou, branden is het merk neerzetten. Eenduidig een positionering van een merk. Ja, branding is natuurlijk gewoon een Engelstalige term. Maar ja, hoe vermerk je je evenement? Hoe zet je dat in? Ik ben er ook nog niet geweest, hè? Heel leerzaam. Het is zo'n divers pluimage en aan mensen wat hier vanavond is, die allemaal zich inzetten voor onze stad. Dus dat is fantastisch. Het Kenniscafé wordt georganiseerd door Stichting Almelo Promotie en is bedoeld voor mensen die evenementen organiseren in Almelo. En we willen eigenlijk met dit Kenniscafé hun kennis en samenwerking onderling vergroten en de kennis verbreden, zodat ze nog betere evenementen kunnen organiseren. En ja, we hopen dat dat toeleidt dat Almelo nog leuker wordt en dat de evenementen nog beter worden. En dat er door nog steeds meer mensen naar Almelo gaan komen, omdat Almelo de place to be is. Ja, dit is de 8e kenniscafé, maar het is een aantal jaren nu niet geweest. Ik denk 2 jaar niet vanwege de corona. En ja, hoeveel mensen doen eraan mee? Ik denk dat er op dit moment zo'n 50, 60-tal mensen zijn die eraan meedoen. En nou, daar zijn we heel erg blij mee, want dat vind ik een heel mooi aantal.